En hoe gaat het dan met de praktijklessen? Voor de praktijklessen hebben wij ook een paar oplossingen bedacht, zeker door de coronacrisis, om dat op te vangen. Hoe houden we de jongens nou goed bezig? Want jullie komen hier voor de praktijk. Zo is dat. We hebben bedacht om setjes te maken van allerlei printjes met alle onderdeeltjes er al in. Is ook samengesteld door studenten. Dus voor onderdelenkennis is allemaal samengesteld. We hebben diverse printjes gemaakt. Met alle onderdeeltjes apart gemaakt en een online lesprogramma. Kijk. Waarin staat hoe ze het moeten doen met online begeleiding ieder uur. En dan kun je deze unit maken die de jongens dan kunnen gebruiken voor programmeren met embedded software. Precies, ja. Nou, en dan voor thuis, sommige jongens hadden dan nog niet alle gereedschapjes. Hebben we kleine gereedschapsetjes met een soldeerbootje besteld. Ideaal. En alle gereedschapjes er eigenlijk in wat je nodig hebt. En dan kunnen ze eigenlijk prima de praktijklessen toch thuis zelf uitvoeren. Ja. Dat is het voordeel van elektronica, het is allemaal klein en schoon, dus dat is goed te doen. Ja, precies, ik kan allemaal vanuit huis eventueel.